Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Dit zal waarschijnlijk iets nieuws zijn van jullie, want gisteren ben ik naar de kapper geweest. Ik laat hier ook even een before beeld zien van hoe lang het eigenlijk was voordat ik naar de kapper ging. Nadeel is enkel dat ik normaal redelijk wat krul in mijn haar heb. Zo van die leuke krullen, maar dat die vandaag precies allemaal verdwenen zijn. Wat ging ik zeggen? Ja, ik ben nog een klein beetje moe, want vandaag is het 5e dagen in Ieper. En ze vinden er niets leukers dan de hele nacht zo van die bommetjes te gooien. Precies een vuurwerk en zo niet één, maar zo 20 naar elkaar. Maar ja, we gaan mijn schoenen aandoen en dan... vertrekken. Even nog ook mijn schoenen zoeken. Ik moet bijna vertrekken naar mijn werk en ik heb het coolste slash stomste bevoermiddel ooit. Want ik heb gisteren een step gekocht en dan denk je, oh ja, ze koos een elektrische step. Nee, een gewone step. En nu ga ik die gebruiken om naar mijn werk te stappen. Ik heb al goed in het museum gewerkt en het is nu bijna 10:30 en om 10:30 komt er een klasje naar mijn winkel. Die komen uitleg krijgen, zullen uitleg krijgen over verpakkingsvrij winkelen. Ik heb ook net een pakketje ingepakt voor iemand die op mijn webshop heeft besteld. Ik ben even terug thuis geweest en nu ben ik opnieuw in de winkel. En ik zag net iets in mijn moeipimpas waarvan ik bijna over achterover viel. Want ik heb mijn contract van de watermaatschappij. Je zou denken, Pobe, dat is toch normaal? Als je iets huurt, dan krijg je een contract met de watermaatschappij. Ja, normaal krijg je dat inderdaad. Maar ik zit hier dus al van september en ik heb gisteren het contract van mijn water gekregen. Dus dat was... En ik ben er zelf achter beginnen vragen omdat het veel te lang duurde. En mijn boekhouder steeds vroeg, ja, heb je nog geen contract van het water gekregen? En ik dacht, nee, nog altijd niet. Dus ja. Eindelijk is het zover. Ongeveer... Het is september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april... Dus bijna 9 maanden heb ik gewacht. Dus dat is redelijk lang. Ja, maar nu staat er ook wel direct op factuur bij. Dus. Maar die is nu betaald. Dan gaan we verder. Gisteren ben ik naar de kringloopwinkel geweest en ik heb de kringwinkelshop lag al gedeeld op mijn Instagram, maar dus nog niet hier in de vlog. En ik dacht, dat is misschien ook wel leuk om eventjes te laten zien. Ik heb dit boek mee. De terugkeer van het weesmeisje van Anna Jacobs. Ik had deze al verschillende keren zien liggen in de boekenwinkel, maar ik hou niet ervan echt om boeken aan full price kopen. Dus ik heb deze gekocht. Deze was... 5 euro. Echt wel een redelijk duur kringwinkel boek. Want ja, normaal zijn boeken in de kringloopwinkel een stuk goedkoper. Ook heb ik de Nachtegaal mee van Kristin Hedda. Hier stond erop voor de lezer van het familieportret en de bakkersdochter. En ik heb het familieportret gelezen. Het gaat over twee zussen in de oorlog. Voor mijn metekindje heb ik dit boek gekocht. Het Lanterpandje. Dit is zo'n heel zacht boekje. Zo plastiek, maar zo inknijpbaar en... ideaal voor op bad of voor om op te sabbelen. Het gaat nog even duren voor
hij het boekje effectief snapt met mijn kindje, want hij heeft nu ongeveer een jaar. Maar tot die tijd kan hij lakken en sabbelen op het boekje. Ik heb 2 kaders gekocht, want al mijn kaders zijn echt een stuk aan het gaan. Beide waren 50 cent. Ja, het boekje was trouwens 25 cent en dit boek was 1 euro. En tenslotte, nee, nog niet tenslotte, ik heb ook dit leuke dekentje gekocht. Ik heb het eigenlijk gekocht met oog op een DIY projectje, maar ik weet nog niet zeker wat ik ermee ga doen. Het ruikt echt zo kringloppig. Want ja, ik vind het super leuk uitzien. En deze was 25 cent. Ik heb ook een zak wasknijpers gekocht. Er staan er super goede wasknijpers uit, dus vandaar. En deze set, dit is de haakset van Jip en Janneke. Deze was 1 euro en ik dacht, ik wil al de hele tijd leren haken en wat is een betere manier om mezelf te motiveren dan met een haakset. Gisteren ben ik ook naar Decathlon geweest, daar heb ik mijn step gekocht. En deze snorkel set, allee, het is niet echt, ja, het is wel een snorkel, maar zo een modernere snorkel. Om te gaan duiken. Echt, hé. Even een demonstratie geven. Dit gaat er zo modder uitzien. Dit dan een eerlijk water te doen. Hiermee kan je dus doen alsof dat je aan het snorkelen bent. Allee ja, het is een soort ja, snorkel. Ik weet wel niet hoe hoog of laag dat je dan mag duiken, maar ik veronderstel dat dit hier in de handleiding staat. Is om mee te zwemmen aan het wateroppervlak. En er staat nog super veel meer in. en deze variant verdwijnt uit het assortiment. Dus vandaar dat hij. Ik heb dat nog niet gezegd, maar ik heb hem dus met korting kunnen kopen omdat hij uit het assortiment verdwijnt. Ik weet niet of ik die echt mega veel ga gebruiken. Het is echt zo een anti-minimalisme aankoop. Ik denk dat het wel leuk moet zijn. En ik ga mede naar Denemarken, dus ik ga hem daar al direct testen. Hopelijk is het water er een beetje helder. En is het niet te koud als we gaan. En nu ga ik mij omkleden en dan ga ik in mijn bed kruipen, want ik ben kapot van een week werken. Soms denk ik trouwens dat ik het een beetje onderschat heb, het werken in het museum. Het is wel goed te combineren, maar ja, ik ben wel redelijk vaak moe.
Als ik thuis kom van de winkel, kan ik echt niks meer doen. En dan kan ik echt zo gewoon tv kijken en that's it. Zelfs zo iets maken is er vaak te veel aan. Ja, en doordat ik ook echt weet dat ik slaap nodig heb, ga ik redelijk vroeg dus naar mijn bed. Maar dat zorgt ervoor dat je ook echt niks sociaals kan doen. Allee, dat ik sowieso echt al een persoon ben om dingen om weg te gaan ofzo. Of om, en zeker niet om uit te gaan, maar ja, anders volg ik zo nog een webinar of een online meeting of wat ik iets met de natuur doe. Maar, of nu als er dingen te doen waren, s'avonds zou ik, allee, zou ik er misschien afleggen naartoe gaan dan nu, want nu als iets na acteur is, dan denk ik no. En zelfs daarvoor, want dan moet ik eten en wil ik gewoon in mijn zetel liggen. Dus ja, dat aspect heb ik misschien een beetje onderschat aan de combinatie. We hadden wel een balans in. En ben ook zo bang om het weekend langer te slapen, omdat ik denk dat ik echt helemaal ritme verstoren. Maar ik ga morgen toch om 6:00 opstaan, om 6:30 opstaan in plaats van 5:25. En dan ben ik nog zo dicht van mijn werk. Dus moest ik nog een half uur, nog minstens een half uur eerder opstaan. Oké, bij genoeg. Het is 8. Ik ga verder lezen en veel liefs van Beth O'Leary. En dit is een roman en echt de meest simpele roman ooit, denk ik. Maar hierin kan ik me zelf op het einde van de week niet meer concentreren. Dat is al echt erg. Oké, dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe video. Toedels! Oh ja, morgen ga ik redelijk veel kunnen vloggen. Want mijn zus moet werken de hele dag. Dus dan pak ik al vloggen. Mijn vlogcamera erbij. Ja, nog iets dat ik onderschat heb, is dat ik geen enkele dag nog echt vrij ben. Behalve de zondag, als het niet mijn werkweekend is. Maar dan zit die zondag volgeblond met 1000 dingen. Ik denk dat ik volgende zondag, alleen niet komende zondag, maar de zondag erop geen 1000 dingen moet doen. Dus dan ben ik thuis na het werken. Want ja, donderdag is weer ook gesloten. Maar dan moet ik nog steeds haken. En ja, die zondag na, die donderdag namiddag wordt ook vaak volgestopt met vooral afspraken en soms ook met content die ik wil creëren voor vroeger. Dus het wordt nog een zoektocht om een betere balans te vinden.